Nou, deze presentatie is het tweede deel over het bloed. En nu komen de trombocyten vrij uitgebreid aan de orde, met daarbij natuurlijk de bloedstolling. En wat minder uitgebreid, maar dat komt terug bij het stuk over de afweer, over de witte bloedcellen, oftewel de leukocyten. Nou, zoals al verteld, spelen de trombocyten, oftewel de bloedplaatjes, een essentiële rol bij de bloedstolling. Maar om te worden tot een bloedplaatje zijn vele stappen nodig. Nou, je begint natuurlijk in het rode beenmerg met de stamcel. De stamcel kan alle kanten op en in dit geval sluit hij een bloedplaatje te gaan worden. Nou, niet één, maar vele honderden. Je ziet dat het eerst een zogenaamde mega karioblast. Nou, mega betekent natuurlijk heel groot en karios is kern. Vervolgens wordt het een promegakariocyte. En het stadium voordat de plaatjes gevormd worden, dan spreek je van de megakariocyte. En deze fragmenteert, valt uiteen tot vele kleine stukjes die met elkaar bloedplaatjes zijn. Nou, bloedplaatjes spelen een belangrijke rol bij de hemostase, oftewel de bloedstolling. Als bloedvaten stuk gaan, dan zul je in eerste instantie zien dat het lichaam reageert met een natuurlijke kortdurende vasoconstrictie om het bloedvlies te beperken. De bloedplaatjes worden geactiveerd en een belangrijke factor daarbij is de zogenaamde von Willebrand factor. En je ziet dan dat het gat in het bloedvat wordt dichtgemaakt door een plug van trombocyten. En dan komt de uiteindelijke bloedstolling op gang, waarbij er een stabiel dicht stolsel wordt gevormd. Nou, daarbij zul je zien dat fibrine draden een verbindend geheel vormen bij dat stabiele stolsel. Ja, en uiteindelijk, als de genezing op gang komt, dan zal ook het stolsel weer moeten worden opgelost. En dan spreek je van de fibrinolyse. Nou, hier zien we de processen nogmaals achtereenvolgens. Dus in eerste instantie de vasoconstrictie. Let wel op dat hoe scherper het letsel is, hoe minder de vasoconstrictie optreedt. En we zien dus ook bij echt verscheuringen van bloedvaten dat dit veel sterker optreedt als bij een scherpe doorsnijding. Nou, er zit een gat in en het wordt gedicht door een bloedplaatjesplug en uiteindelijk een definitief stolsel. Nou, een belangrijke rol bij het aanhechten van de bloedplaatjes is dat het in contact komt met het zogenaamde vrije collageen, oftewel het bindweefsel wat onder de binnenbekleding van de bloedvaten ligt. Zodra bloedplaatjes daarmee in contact komen, zie je dat ze worden aangehecht en dat ze een soort van plug gaan vormen. Daarnaast zie je dat ook zogenaamd thromboxaan vrijkomt, wat dan een verdere aangroei van het bloedstolsel bevordert. Nou, je ziet ook dat de bloedstroom dan mee gaat helpen, want op de plek waar de stolselvorming of de plugvorming plaatsvindt, is een soort van hindernis en daarvoor zie je een langzame bloedstroom, waardoor de bloedplaatjesplug kan aangroeien en ter hoogte van het hoogtepunt zien we een snellere bloedstroom, waarna de vernauwing het weer langzamer wordt. In deze mooie tekening zie je aan de ene kant een volledig heel bloedvat met daarin rode bloedcellen, plaatjes en witte bloedcellen. En hier treedt dan een zogenaamde plaatjesactivatie, we spreken ook over een aggregatie op, bij contact met de collagene vezels van het bindweefsel onder het endothel. Nou, de echte bloedstolling, zoals we net zagen, daarbij spelen ook draden een rol in de zin van fibrine, fibrinedraden. Maar voordat deze gevormd worden, zie je dat er een aantal tussenstappen tussen zitten. Het is allereerst fibrinogeen, inactief, wordt geactiveerd door trombine en uiteindelijk zie je dat er dan fibrinedraden ontstaan. Nou, in deze foto zie je dat er een heel netwerk is ontstaan van fibrine draden en dat rode bloedcellen in die draden gevangen worden. De draden trekken nog samen en persen dan het vocht uit de rode bloedcellen vandaan. Hier een totaaloverzicht van de bloedstolling. Nou, we beginnen natuurlijk met een wond en we zien dan dat een eerste reactie is een bloedvatvernauwing, oftewel een vasoconstrictie waardoor er minder bloed naartoe kan. Aan de andere kant zien we dan dat de trombocyten gaan samenklonteren, nou, spreek van aggregatie, en dat er een primitief stolsel wordt gevormd. De volgende stap is dan het activeren van de stollingsketen en de fibrinedraden maken dan het geheel tot een stabiel stolsel. Witte bloedcellen, oftewel leukocyten, nou, belangrijke rol met afweer, maar zoals al verteld, die komt apart. Hier alleen welke er zijn, hoe ze eruit zien en wat de belangrijkste functie is.
Nou, je kan grofweg kun je het in tweeën delen. Dus je hebt witte bloedcellen zonder korrels, zogenaamde agranulaire leukocyten, en witte bloedcellen met korrels, de zogenaamde granulaire leukocyten. Nou, we zien hier een onderverdeling van de agranulaire leukocyten, oftewel zonder korrels. Nou, we zien dat dat bestaat uit de zogenaamde lymfocyten. En lymfocyten verdeel je dan weer onder in zogenaamde B-lymfocyten, die een belangrijke rol spelen bij de antistofvorming. En de T-lymfocyten, die een belangrijke rol spelen bij het opruimen van cellen of ander materiaal waar antistoffen op zitten. Een andere fractie van de agranulaire leukocyten zijn de zogenaamde monocyten. Nou, dat zijn grote cellen met een gelopte kern, maar gek genoeg zie je wel dat er enkele korrels hier in dat cytoplasma aanwezig zijn. Nou, de monocyten hebben een belangrijke rol bij de fagocytose, oftewel het opeten van lichaamsvreemd materiaal. En daartoe kunnen ze uit de bloedbaan kruipen. En zodra ze uit de bloedbaan zijn, noem je ze geen monocyte meer, maar macrofaag. Hier zien we een filmpje van enkele macrofagen die aan het kruipen zijn. En een vreemd voorwerpje, een bacterie. En je ziet dat de macrofaag zich om de bacterie heen stulpt, hier ook, en hem vervolgens dan in zijn geheel verteert. Nou, de lymfocyten, zoals al gezegd, spelen een rol bij de antistofvorming. De B-lymfocyten kunnen plasmacellen worden die antistoffen maken. T-lymfocyten zorgen ervoor dat vreemde materialen waar antistoffen op zitten, dat die worden vernietigd. De granulaire leukocyten, nou, de belangrijkste fractie daarvan is de zogenaamde neutrofiele granulocyt. Speelt een sterke rol bij de afweer. En is zijn naam gekomen omdat hij niet kleurt met de gangbare kleurstoffen voor bloedcellen. Nou, we zien hier een bloedbeeld met dan rode bloedcellen, lymfocyten en een neutrofiele granulocyt, en die dingetjes ertussen zijn dan de bloedplaatjes. De eosinofiele granulocyt, ja, daar is weinig over bekend, behalve dat die een rol speelt bij allergische reacties en bij worminfecties. De basofiele granulocyt, als laatste dan, die kleurt met een basische kleurstof, bevat in zijn korrels heparine, histamine en serotonine, en over de functie daarvan is nog heel weinig bekend. Nou, hier zie je een laatste totaaloverzicht van die verschillende bloedcellen die tot de granulocyten behoren. De eosinofiel kleurt aan met eosine, dat is een zure kleurstof. Neutrofiele granulocyt met geen enkele kleurstof. En de basofiele granulocyt met een basische kleurstof.